Goedemorgen allemaal en welkom bij dit feestelijk webinar. Want we hebben namelijk een paar dingen te vermelden. Allereerst, en dat wil ik even in beeld halen, hebben we deze prachtige award gewonnen. Die hebben we gewonnen met de Beauty as Tier Awards. En het is voor de Soft and the Safe Shades van Royal Kiss. Nou, hoe blij kunnen we hiermee zijn? Maar omdat we deze prijs hebben gewonnen, mocht ik dus voor jullie ook een prijsvraag in het leven roepen, waarmee jullie dus een hele mooie prijs kunnen winnen. Nou, ik denk dat sommigen van jullie het al voorbij hebben zien komen op social media. Want wat kan je namelijk winnen? Je kan van Gama Professional IQ kan je een föhn winnen. En die föhn, ik laat hem hier eventjes zien, ik ga dus dadelijk ook mee werken. Die weegt niks. En ik kan zeggen, in het begin als je ermee gaat föhnen, dan heb je het gevoel dat je hem weg wil gooien. Want hij weegt nog geen 3 ons. Maar als je eenmaal lekker bezig bent, nou, dan is het echt gewoon een genot voor je lichaam, want hij is niet zwaar. Nou, naast die prachtige föhn krijg je dus van Royal Kiss een heel mooi stylingspakket. Krijg je erbij. En we hebben ook nog ons laatste nieuwe product, de Pro Dry Shampoo. Nou, de techniek staat niet voor niks, want jullie zien nu ook, Walter staat achter de camera, dat zien jullie dus niet. Maar we kunnen nu ook inzoomen op alles. En volgens mij is het beeld ook wat scherper geworden dan de afgelopen keren. Want hè, de laatste keer de reactie was dat het beeld nog een beetje korrelig was. Maar ook dat is volgens mij allemaal verholpen. Nou ja, en vanuit hier gaan we gewoon beginnen met ons webinar. Want deze keer heb ik het webinar ingevuld met styling. Ik heb ontzettend veel salontrainingen gegeven. En nou ja, dan ligt er heel veel focus op het knippen, op het kleuren. Maar vaak dat laatste stukje, die styling, het föhnen of in het model brengen van het haar, dat wordt dan soms nog wel eens een ondergeschoven kindje. En als je daar heel erg nou ja, op gaat haasten en de kleur is dan net even wat doffer en de punten die zijn nog een beetje frizzy, ja, dat is zonde. Want dat laatste stukje extra, dat is echt even nodig voor het knippen en het kleuren om dat spot on te hebben. Dus ik ga jullie, ik heb al mijn dames hier al klaarstaan, alle modellen. Ik ga jullie echt snelle technieken laten zien waarmee je het haar gewoon heel snel en mooi in model kan krijgen. Dat die klant met een happy smile naar buiten gaat. Maar, oh, ik had natuurlijk ook een presentatie voor jullie gemaakt. Nou, hier nogmaals. Ja, echt, toen we die wonnen, dat was gewoon één groot happy moment. Want hoe mooi is het om met je laatste producten, de Royal Kiss, de Soft en de Safe Shades, die Beauty Award te winnen. Maar we gaan gauw door. Even kijken. Nou, hier nog een keer natuurlijk de prijsvraag. Zo dadelijk het pakket ter waarde van bijna €400 wat je kan winnen. En nu kop ik hem er alvast in. Kijk, want wat is namelijk de vraag die we aan jullie gaan stellen? Waar staan de letters KISS voor? Als je dat antwoord weet, dan moet je het volgende doen. Dan sms je het antwoord en je naam. Niet vergeten je naam erbij te zetten, want dan gaan al die namen en de antwoorden gaan in een grote pot. En later haal ik de naam eruit en die heeft dan dit mooie prijspakket gewonnen. Dat stuur je dan naar dit telefoonnummer. En voor degene die dat telefoonnummer dan willen noteren, dit is gewoon even zo'n prepaid kaartje wat we gekocht hebben. Dus naderhand met het telefoonnummer kan je niks meer doen. Alleen maar voor dit moment moet je dus, of mag je dus, sms'en of WhatsAppen, waar staan de letters KISS voor, met je naam. En dan stoppen we dat allemaal in de grote pot. Maar de prijsvraag komt nog wel een paar keertjes, komt die voorbij. Maar, styling. Als we gaan kijken naar de styling, de trends van 2020. Wat zien we nou op dit moment heel erg veel? Nou, allereerst, het gladde haar, het gepolijste haar, blijft ten alle tijden. Daar ga ik jullie dadelijk ook een mooie techniek van laten zien. Maar we zien ook een lichte wave zien we erin voorbij komen. Het volume föhnen is echt nog wel mooi, dat mooi het haar in beweging zit. Het finger wave laat ik jullie zo dadelijk ook nog zien, hoe je op een snelle manier die wave erin kan maken. Ook nog het korte haar, een beetje het warrige. Dus dat zijn allemaal stijlen die we op dit moment die we zien. Nou, dan is het allerbelangrijkste, kies het juiste product. Want ik zelf sta ook nog in de salon en ik merk ook aan mezelf
dat je vaak 3-4 producten hebt. Dat zijn je favorietjes en dan kan je dan eigenlijk heel de dag kan je daarmee werken. Maar als je echt daadwerkelijk gaat kijken naar de klant, naar het haar, van oké, wat voor haar heeft ze? Wat wil ik uiteindelijk bereiken met mijn styling? En dan kan je zien dat je echt wel meerdere producten kan kiezen dan die, 3-4 favoriete producten die je op een dag kiest. Dan is het ook nog eens een keer zo, kies de juiste tools. Wat ik al net aangaf, ik doe heel veel salontrainingen, althans heb ik heel veel gedaan. En dan kwam ik dus in zo'n salon en dan hadden ze bijvoorbeeld 1 klein krultangetje, dus zeg maar zo groot. En daar wilden ze dan alles mee bereiken. Nou, dat kan dus niet, want ik kan al hier laten zien, ik heb verschillende diktes krultangen, heb ik hier liggen. Maar ook, met wat voor borstel ga je feunen? Je kan begrijpen dat ik met dit een heel ander resultaat ga krijgen dan wanneer ik met een kleine borstel ga feunen. Dus zorg er ook voor dat je je krultangen in de verschillende diktes hebt, dat je je borstels in de verschillende diktes hebt, dat je echt gewoon op een snelle manier dat haar mooi kan maken. Nou, dan gaan we de eerste dame gaan we erbij halen. Even kijken hoor. Oh nee, ik heb hem nog een keertje hier voor degene die iets later inloggen. Nou zei ik net dat je kan WhatsAppen, maar ik zie al achter op het bord geschreven, je kan alleen sms'en naar dit nummer. Dus waar staan de letters KIS voor? Je antwoord plus je naam, sms'en naar 0613801466. En let op, dit telefoonnummer is alleen maar voor vandaag in gebruik. Daarna skippen we hem weer. Oké. Ik ga jullie eerst het ABC feunen laten zien. Ik laat maar een heel klein stukje zien. Ik ga niet een hele kop feunen. Maar dat is al de basis waarmee je heel makkelijk kan gaan feunen. Waarmee je het haar kan polijsten. Je kan volume maken. Je kan ook wat gladder kan je ermee feunen. Maar het ABC feunen is het eerste wat ik jullie ga laten zien. Nou, en dan haal ik deze dame er al bij. Ik zal ze ietsje hoger zetten. Dat ze goed in beeld komt. Daar. Allereerst, dan ga je kijken met wat voor product kan ik het haar in model brengen. Nou, ik ben zelf erg fan van de volume gel. En ik denk dat dat nog wel een product is wat bij sommigen, zo'n ondergeschoven kindje is. Ze hebben hem wel, maar hij wordt weinig gebruikt. Wat we gaan doen in de toekomst is de naam veranderen. Want misschien kan de volume gel je dat je denkt dat het een gel is. Maar dat is niet, want het is echt een blow dry gel. Dat wordt namelijk ook de nieuwe naam. Het heeft een factor of een hold factor van 8. Dus het is echt wel een stevige feunlotion voor die dames die echt volume willen. Dus ik ga nu ook de volume gel gebruiken. Maar stel je voor, je hebt nu te maken met heel weerbarstig haar, wat al heel veel volume heeft. Dan kan ik het heel goed af met een smoother. Een smoother zorgt er juist weer voor dat het haar heel rustig wordt en kalmeert. Dus heb ik iemand met wat fijner haar die volume wil, kan ik prima de volume gel gebruiken. Maar heb ik iemand juist weer met weerbarstig haar, dan kan ik de smoother weer gebruiken. Nou, nu is de smoother een wat rustiger product. En velen van jullie hebben denk ik het van mij al wel eens zien doen. Ik meng hem dan ook graag nog met de keramoes. De keramoes heeft een holdfactor van 7, dus het is echt wel een stevige moes. Daarmee kan je met je smoother kan je mengen, dan kan je een soort van eitje kan je maken. Dat je toch de stevigheid hebt van je moes en dan ook de zachtheid van de smoother. Maar voor nu werk ik met de volume gel. Dus ik neem een beetje in mijn handen, ik verdeel het en misschien op de achtergrond horen jullie wat dames allemaal smoezelen, maar ik zie dat ze al druk bezig zijn met namen opschrijven op de kaartjes voor ze dadelijk voor in de pot met al de nodige juiste antwoorden die binnenkomen. Oké, de volume gel verdeel ik in het haar. Zorg ervoor dat je de aanzet ook goed meeneemt. Verdeel altijd eerst het product goed in je handen. En dan komt hij. Als je dan gaat feunen, ik zoek even een handdoekje
Even kijken. Jullie zien Ben niet. Ben, zou je voor mij alsjeblieft een handdoekje kunnen pakken? Want mijn handen zitten eronder. Want die dolheid heeft een beetje haar uitvallen en dat werkt niet zo lekker. Maar als je het haar gaat feunen, waar beginnen jullie dan meestal? Ik denk aan de achterzijde, hè? Want dat is wat ik 9 van de 10 keer zie gebeuren. Dan beginnen ze aan de achterzijde, beginnen ze met feunen. En nou, dan duurt het soms wel 10 minuten. Dank je wel. Top. Kijk, er wordt er gewoon eentje in beeld gegooid. Geweldig. Ik denk dat ik... Maar dan beginnen jullie denk ik aan de achterkant met feunen. Mijn advies aan jullie is, begin aan de voorzijde met feunen. Om meerdere redenen. Stel je voor, je klant heeft een kruin hier in de ponypartij. Als ik aan de achterkant begin met feunen, dan is dat misschien al een kwartier lang in de natuurlijke vorm aan het drogen met je verstevering erin. Dan kan ik het wel mooi feunen, maar na een halve dag valt toch die kruin, die natuurlijke valling, valt er weer in. Dus ik heb er veel meer voordeel aan om aan de voorkant te beginnen dan aan de achterkant. Plus nog een reden. Ik denk dat het allemaal bij in de salon wel gebeurt. Dan ben je aan het feunen en dan denk je, oh jee, ik heb haast, mijn volgende klant zit weer binnen. En dan ga je aan de voorkant, ga je versnellen. Nou, dan denk ik op mijn beurt, je kan beter aan de achterkant versnellen en niet aan de voorkant. Want die voorpartij, die ziet de klant ook in de salon of in de spiegel. Oké, als ik het dan heb over het ABC-feunen, dat ga ik jullie nu laten zien, werkt ten alle tijde mijn rechte scheidingen. Het haar wat erboven zit, dat klip je rechtstandig omhoog. Namelijk met de volgende reden. Als ik ga feunen, dan kom hier ook al wind tegenaan. Dus wanneer ik de volgende passé pak, dan is deze wortel is al een beetje gedroogd. Dan is het veel makkelijker om de volgende ook alweer met volume te feunen. Want wanneer ik dit haar naar achteren steek, dan droogt het ook al een beetje naar achteren. En dan is het weer moeilijker om die volume erin te maken. Nou, dan vervolgens, ik ben fan van deze grote borstel. Ik wil namelijk een opschietborstel. Ik wil rapido kunnen werken. Ik wil het haar mooi kunnen polijsten. Nou, dan pak ik dus mijn feuntje erbij. En ik merk dat ik hem nu toch iets lager moet zetten, want anders sta ik er niet goed voor. Ik hoop dat voor jullie allemaal nog wel goed in beeld is. En anders de cameraman, Walter, die gaat gewoon met me mee. Het voordeel van deze föhn is dat er een dop bij zit, heel breed. Er zit een wat smallere bij, maar ook een brede. Nou, ik wil graag met de brede werken, want dan kan ik heel makkelijk in één passé kan ik het haar kan ik föhnen. Als ik dan praat over het ABC föhnen, en ik doe het eventjes zonder... Ik doe het even zonder de föhn aan te zetten, want anders horen jullie misschien mij niet goed. Eerst doe ik de aanzet, doe ik föhnen. Dat is mijn A. Die aanzet, je basis, is het allerbelangrijkste. Vervolgens ga ik naar het middelste gedeelte. Dat is je B. Die is wat sneller droog. En als laatste ga ik naar C, het einde, op mijn punt. Op die manier ga ik van A naar B naar C. Het grote voordeel van het ABC-feunen is dat je het haar niet oververhit. En dat is een fout die wij nog wel eens maken als kapper zijnde. Als je keer op keer op keer over het haar blijft gaan met je föhn en je oververhit het haar, dan klapt het als een baksteen weer in elkaar. Dan heb je zo je best gedaan om volume te föhnen, maar op het einde van de rit mis je dan toch je volume. Dan helpt echt het ABC-feunen, dat helpt. Nou, ik laat er nu eentje laten zien. Even mijn feuntje goed zetten. Oké, ik weet niet of jullie mij nog goed kunnen horen. Ik stop even met praten, maar dan kunnen jullie het zien. Dus ik blijf alleen bij de aanzet. Ik pak het met mijn vingers open. Zodat ik voel of het haar droog is. Ik zet mijn föhn er niet op. Ja, ik leg het dadelijk nog een keer uit dat ik stop met föhnen. Want ik denk, praten en föhnen tegelijk, dat gaat niet lekker. Dan kan ik zoveel mogelijk volume eruit halen
dan dat erin zit. Nou, dit was dus een stukje föhnen, het ABC föhnen, want ik heb nog veel meer voor jullie. Maar voordat ik doorga naar de volgende, gooi ik hem er toch nog een keertje in. Want ik vind het veel te leuk dat ik iets weg mag geven. De prijsvraag. Want voor degenen die iets later zijn ingelogd. Dit is dus onze prijsvraag. Waar staan de letters KIS voor? Als je dat antwoord dan sms't, niet whatsappen, sms'en. Met je naam erbij. Niet vergeten om je naam erbij te zetten. Want anders dan weten we niet wie de prijs heeft gewonnen. En dat sms je dan naar 06-13-80-1466. Nou ja, en dan kan je dus dat prijzenpakket van, met een waarde van bijna 400 euro. Volgens mij was het iets van 389 euro in totaal. Kan je dus deze prijs winnen. Dus de dames zijn al druk bezig met namen schrijven. De kaartjes gaan allemaal in de pot. En dan ga ik door naar de volgende. Ja. Oké. Hans. Ik weet hoe dat het gaat in de salon. Je bent druk. Je wilt dat haar toch mooi maken. Je wilt die klant mooi naar buiten sturen. Maar eigenlijk heb je bijna geen tijd. Nou, dan is dit een hele snelle krultangtechniek die ik jullie kan laten zien. Maar dan is het ook weer. Wat voor product kies je? Stel je voor, je klant die wilt echt een heel los effect hebben. Nou, dan vind ik zelf de Kera spray, vind ik een hele fijne spray om alvorens op je passeten aan te brengen, voordat je de krultang erin zet. Dit is een, ik zeg altijd een working spray, een zachte spray en hij heeft een holdfactor van 7. Dan heb je echt een beetje dat losse effect. Maar als je zegt van ja, maar deze mevrouw die zegt altijd, als ik er nu buiten ben, is mijn krul er al zo weer uit. Dan kan je, van de Keramain is die, kan je naar de Hold'em High spray. Hij heeft een holdfactor van 8, dus hij is sterker dan de Kera spray. En dan zit je krul, zit er ook net even wat sterker, zit je erin. Oké. Nou, ik heb natuurlijk al een beetje voorwerk gedaan, want ik wil in dit uur, wil ik jullie natuurlijk zoveel mogelijk laten zien. Maar dit is typisch zo'n krultangtechniek die je in een paar minuten tijd, dat je die erin hebt zitten. Want ik gebruik maar 8 passés. Als ik hem namelijk ronddraai, zo dadelijk die voorkant ga ik voor jullie doen. Maar dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, heb ik er al voor gedaan. En dit is gewoon een hele snelle techniek. Oké, wat doe ik? Die voorste, dat kleine hoekje, dat gedeelte in het gezicht, die laat ik eruit. Kijk, en ik wil dus, aan de bovenkant wil ik niet heel veel krul hebben. Ik wil hem wat gladder hebben. En aan de onderkant mag er echt wel een mooie slagmacht erin. Dan is al bepalend de dikte van je krultang. Want ga ik met een hele kleine krultang werken, dan worden die punten heel hard gekruld. En dan wil ik in deze look wil ik dat niet hebben. Dan pak je een passé op, van boven tot onder. Een verticale passé. En ik zal even deze even wegklippen, want dan laat ik de volgende zien. Elke passé pak je van boven op het hoofd tot onder. Dus aan de achterzijde, je passés worden steeds groter en je krul komt steeds lager te zitten. Maar dat is ook de bedoeling, want hier wil ik geen krullen hebben. Het moet een beetje zo'n hangende dwarrel worden. En met deze techniek heb ik in 5 minuten tijd bij de klant gedaan in de salon. En dan stuur je ze echt naar buiten met dat wauw effect. En dat wil je altijd graag. Je hebt zo je best gedaan op het knippen. Je hebt zo je best gedaan op het kleuren. Maar uiteindelijk wil je toch dat wauw effect hebben. Nou, ik gebruik dan nu mijn Kera spray. Ik kam hem naar me toe. Oh, ik zal even een leeg blad doen, dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Dat ik voor een wit scherm werk. Daar. Ik wil dat de krul naar achteren gaat. Nou, ik heb mijn krultang heb ik al aangezet. Ik werk met een krultang met een clip. Je hebt ze ook zonder, maar ja, dat is voor iedereen voor zichzelf, zeg maar. Maar ik vind het dan altijd nog wel fijn om met een clip te werken. Wanneer ik de krul naar achteren wil, plaats ik het klepje aan de voorzijde. En ik plaats hem vrij dicht bij de hoofdhuid.
Want het eerste gedeelte trek ik naar me toe en dan polijst ik al het eerste haar. Nou, mijn krultang is verticaal en de punt van het haar is naar beneden. Dan gebruik ik mijn hand hierbovenop om mijn krultang vast te houden. Met mijn duim vier ik net zo lang tot die punt erin zit. Want ik wil ook een gladde punt hebben. Dan zie je dat het hier al sleept, maar daar ben ik met mijn krultang langs gegaan om het te polijsten. En dan langs beneden laat ik hem er weer uitgaan en dan laat ik hem afkoelen. Nou, zo doe ik dat ook met die voorste. Dat is het gedeelte altijd in het gezicht. Dus dan pak ik altijd zo'n klein driehoekje. Pak ik dan. Oh, dan valt het product, dat zien jullie niet. Ik gebruik dit keer als spray erop. Ik kam hem door, want ten alle tijde moet je haar glad erin. Ook weer verticaal draaien en aan de bovenkant je krultang vasthouden. En dan moet ik iets grappigs vertellen. Ik deed deze techniek deed ik ook een keer in Italië en ik kon niet gelijk mijn krultang vinden. En toen zei er een dame tegen mij, oh, pak mijn krultang maar. En toen was ik eventjes vergeten dat er geen zwarte dop op zat. Dus ik zette er zo mijn hand op. Ja, dat moet je niet doen, want ik kan je zeggen, dat doet pijn. Oké, dat is deze kant. Ik laat het nu afkoelen. En dan doe ik tegelijkertijd de andere kant. Ga ik even hier staan. Ik neem mijn wagentje eventjes mee. Zo. Ook een keer aan spray. Want ik wil een zacht eindresultaat wil ik hebben. Aan deze kant doe ik precies hetzelfde. Alleen let op. Het is wel dat nu. Dat je ook weer de clip naar achteren moet doen. Want anders gaat de krul naar voren. En dat wil ik niet. Dus een beetje keraspray erop. Nou, en stel je nou voor dat je dus die klant hebt. Die zegt. Ja, maar die krul die zakt er zo snel uit. Nou, wat ik al aangaf, dan kies je voor een hardere lak. Maar waar je dan ook voor kan kiezen, en dat laat ik zo even zien, is om de krul vast te zetten. Dus het clipje zit aan de voorkant. Ik vier met mijn duim, net zolang tot het puntje erin zit. Ik laat hem even zijn werk doen. En naar beneden glij ik uit. Maar het haar is nu nog warm. Als ik het nu op zou draaien. Zo. En ik zou hem dan met een clip vastzetten. En ik zou hem zo af laten koelen. Dan zit je krul ook veel sterker. Want dan koelt het al af op deze manier. En haar wat afgekoeld is, is veel sterker. Ik kies er nu niet voor. Maar dat is wel een manier voor je. Als die klant zegt van, hij is er zo snel uit. Nou, laatste passé. Zo. Dames, hoe gaat het met de vragen, met de prijsvraag? Enorm. Het loopt storm. Nou, dat vind ik echt wel super, super leuk om te horen. En aan het einde zo dadelijk van het webinar ga ik ze uit de grote pot, ga ik een naam eruit halen. Kijk, maar nog een keer. Clip aan de voorkant. Dikke krultang, want ik wil een grove krul. Aan de bovenkant pak ik mijn tang vast. Met mijn duim doe ik elke keer het clipje open en rol ik weer verder. Daar. Als dan de punt erin zit, laat ik hem even zijn werk doen, de hitte. En naar beneden laat ik hem weer afkoelen. Dus even tellen, want ik zei net 8 passés, maar ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, in 9 passés heb ik dus heel het haar heb ik gedaan. Nou, dan moet je dus heel even het geduld hebben om het haar af te laten koelen. Maar wanneer je het haar dan hebt afgekoeld, dan is het een kwestie met een hele grove kam of met je vingers het haar doorborstelen. En ik ga geheid vragen over deze kam. Natasja, waar heb jij die kam vandaan? Maar ik ben heel eerlijk, deze kwam uit Amerika. Ik heb er toen 4, 5 gekocht, want het zijn echt mijn favoriete kammen. In Nederland zullen ze ook vast wel hebben, maar ik vind gewoon de breedte van deze tanden, die vind ik gewoon fijn om inderdaad die krullen door te kammen en dat zachte gevoel erin te krijgen.
Nou, als je dan dit bij je klant hebt gedaan en je stuurt ze zo naar buiten, dan is je kleur veel mooier, want hij glanst de pan uit. Je knipmodel komt veel meer tot zijn recht en die klant die loopt echt met een big smile naar buiten, dat haar zo prachtig is. Ja, en dan gaat het gebeuren op straat, hè. Dan krijg je gewoon wandelende reclame. Want ze gaat haar kind ophalen van school, ze gaat bij vriendinnen koffie drinken. En dan zeggen ze allemaal, oh, wat is jouw haar mooi. Toch? Want dit is echt wel een look, die kan nog steeds op de dag van vandaag. Mooie slag erin, het is mooi gepolijst. Maar let erop op het product wat je gebruikt en op de dikte van je krultang die je gebruikt. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Even kijken. Zo, dan pak ik deze erbij, want dit is ook een lookje die we op het moment veel zien. Het is dus de Blunt Cut. En ik heb hem in mijn vorige webinar heb ik hem meegenomen, het knippen, maar nu dan wat meer aandacht aan het stylen. Hier kan je dus nog een steltang doorheen halen. Nou, heel veel mensen gaan zelf thuis ook aan de slag met hun steltang. En dan is natuurlijk een product is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik wil geen hard product. Ik wil wel wat glans op het haar. Maar ik wil ook zeer zeker een product hebben die bescherming geeft tegen de hitte van de steltang. Want kennen we dat haar van die klant? Prachtig haar, maar de laatste 10 centimeter zijn helemaal een frizzy. En dat wil dus zeggen dat ze of geen goede steltang hebben met keramische platen, of dat ze niet het juiste product gebruiken. Nou, ik gebruik hiervoor de Glam Shine. De Glam Shine is een serum en een serum moet altijd opgenomen in het haar. Dus wat ik krijg is dat het product opgenomen wordt in het haar, dat het heel veel glans geeft, maar in de Glam Shine zit prickly pear. Nou, hoe vertaal je dat, prickly pear? Het is volgens mij van een cactus, toch? Ik kijk even naar de cameraman daarachter. Ja, het is iets van een cactus. En een cactus, nou ja, die staan natuurlijk in de woestijn, in de zon. En die kunnen ontzettend goed tegen hitte. Dus hier zit een hele hoge bescherming in tegen de hitte van je tang. Dat geldt voor de krultang, maar dat geldt zeer zeker voor de steltang. Nou, wanneer ik dan een paar pompjes aanbreng. En de Glam Shine kan je natuurlijk ook gewoon prima gebruiken. Op het droge haar, zonder tool of iets dergelijks. Maar als ik een steltang ga gebruiken, zo dadelijk op deze manier, vind ik het echt wel een heel fijn product. Nou, verdelen in het haar. Hup. Zie je dat ik gewoon een echte kapper ben? Dan lig hier een handdoek en dan veeg ik toch nog mijn handen af aan mijn billen. Oké. Nou, rechte scheiding. We weten toch allemaal wel hoe dan we die steltang moeten gebruiken. Maar tijdens de trainingen en alles zie ik toch echt nog wel dat zo'n steltang niet altijd even goed gebruikt wordt. Want je kan natuurlijk meerdere dingen ermee doen. Allereerst is belangrijk dat je zodra je naar het begin van het haar gaat. Volgens mij is daar iets leuks gaande, want daar zijn een paar dames aan het lachen. Oh, en ik krijg het allemaal niet mee. Ja, jullie ook niet. Maar ze hebben het in ieder geval naar de zin hier. En ze schrijven zich suf. Oké, maar belangrijk is bij een steltang, als je begint, dat je zodra je hem sluit, dat je gelijk een glijdende beweging naar beneden maakt. Dus dat niet die afdruk van die steltang hierin komt. Want dat zie ik ook nog wel eens gebeuren. Oh, mijn steltang stond laag, dus ik zal hem even wat hoger zetten, want anders is hij niet warm genoeg. Dus niet direct dichtknijpen aan het begin, want dan krijg je zo'n lijn in het haar. Dus zodra ik begin, dan, ik hoop dat ik het goed kan laten zien, dan langzaam ga ik dicht naar beneden naar de punt. Nou, even mijn tang op laten warmen. Zo, dus dicht en naar beneden. Ja, nou gaat hij beter. Als ik die Blunt Cut wil, dan wil ik die onderkant wil ik zo recht mogelijk hebben. Dus dan is de stand van mijn steltang is naar beneden. Daar. Dat ik echt die kaarsrechte lijn, dat ik die nog benadruk.
Want doe ik namelijk dit, en dat zal ik ook even laten zien. Hup. Want zo zie ik de meeste wel de steltang gebruiken. Zo, pak mijn passé. Dan halen ze die punt, die halen ze naar binnen. Dit is een prima manier, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar dan krijg ik die bolling aan de onderkant van mijn lengte. En dan ben ik dat blandkatgevoel, ben ik dan kwijt. Dus wil je hem echt die blandkat hebben, die blond line, dan trek je hem echt naar beneden. En wil je hem juist wat meer naar binnen, dan maak je de bocht. En jullie zien ook, ik werk altijd met een kammetje, want ik wil er zeker van zijn dat het haar recht of netjes in mijn steltang gaat. Dus op die manier kan je op verschillende manieren je steltang gebruiken. Maar let erop, Glam Shine, Prickly Pear, bescherming tegen de hitte van de tang, wat heel erg belangrijk is. Oké, we hebben er nog een paar te gaan. Eens even kijken. Nou, ik gooi hem er gewoon nog één keer in voor degenen die nog wat later zijn ingestroomd. Waarschijnlijk. Nee. Stop. Ik moest de verkeerde kant uit. Ja, zie je, ik en techniek. Ik moet altijd zo lachen, hè, want met techniek lukt me niet altijd alles. En dan zeg ik kan heel goed knippen. Ik ben niet altijd even goed met techniek. Oké, maar nog een keer voor jullie de prijsvraag. Waar staan de letters KISS voor degenen die wat later zijn ingestroomd? SMS het antwoord en je naam naar 06-13-801-466. En dan kunnen de dames lekker door met hun kaartjes invullen. Zo. Oké, ik pak mijn volgende vriendin erbij. Want dit is ook een lookje die we heel veel zien. Zo. We hebben namelijk heel veel de Beach Wave hebben we gezien. Maar dit is weer een follow-up op die Beach Curl, op die Beach Wave. Nou, ik heb al wat voorwerk heb ik gedaan. En dan het allereerste is natuurlijk, welk product kies je? Nou, dat is voor nu een hele simpele. Zodra dat je zo'n Beach Wave look-achtig wil maken, dan ga je naar de Ocean 5 Spray. Ocean 5 Spray is die zoute spray. Ja, we zeggen gewoon, als je een hele dag aan het strand hebt gelopen, dan wordt je haar wat stugger, wat ruiger. En dan krijg je een wat warrigere Beach Curl in plaats van die andere techniek die ik net heb laten zien. Nou, dan ga ik nu naar een iets kleinere krultang. Het is niet mijn allerdunste, het is een iets kleinere. Als ik dus het haar eerst aan ga drogen, dan heb ik dus al mijn Ocean Fire Spray heb ik dus al aangebracht. Ik blijf daar namelijk mee werken, want ik wil echt een beetje dat beachy gevoel hebben. Nou, de krul die ik nu ga maken, moet je even goed opletten, is belangrijk dat je punt stijl blijft. Dus het tussengedeelte, dat wil ik wel gekruld hebben. En de punt wil ik wel wat gepolijst hebben, maar ook wel wat stijler. Nou, zodra ik mijn Ocean 5 spray ga gebruiken, zorg ervoor dat je een beetje afstand hebt. Oh, ik zal het beeld weer even wit maken. Is dat de volgende? Ja, dat jullie weer goed kunnen zien wat ik doe. Maar de Ocean 5 spray met zo'n 30 centimeter aanbrengen, ook op het haar. Val bijna hier. De prijs. Zo. Dames, gaat het goed daar? Het blijft doorgaan. Het blijft doorgaan. Wat leuk, wat leuk. Oké, komt ie. Let op. Kleinere krultang. Ik begin aan de aanzet. De punt is beneden. Ik geef hem eventjes mee. Dat ik even de hitte meegeef aan dit gedeelte. Vervolgens haal ik hem eronder door en ik trek hem naar beneden. Zien jullie wat er gebeurt? Die wordt al kleiner. Nou, het haar is wat langer, dus ik geef hem hier ook nog een slagje. Maar dan haal ik hem weer door en ik trek mijn krultang naar beneden. Dus zien jullie wat er gebeurt? Ik doe hem nog een paar keer voor, hoor. Dan krijg ik een hele andere krul dan dat ik daarnet had. De punt is nu stijl. Dus dit is echt weer zo'n follow-up op die Beach Wave, op die Beach Curl. We blijven met de Ocean 5 spray blijven we werken. Zorg ervoor dat je met een afstand op het haar aanbrengt. En dan komt hij nog een keer. Daar. Zorg dat je passé glad is. Aan de aanzet
draaien. Ik geef de warmte even mee. En dan haal je hem eronder door. Dan draai je krultang verder. Dus dan zie je, dan krul deze ook alweer verder. En dan doe je even de hitte. Draaien. Onderdoor en door naar beneden. Zie je dat mijn punt dan steiler blijft en ik krijg wel die dwarrel in het midden? Nou, dat doe ik ook nog eventjes aan de andere kant voor jullie. Ik loop even voor het beeld langs. Nou zijn de dames heel druk met schrijven, hè? Met de prijsvraagkaartjes. Maar ik heb geen idee of er ook nog vragen binnenkomen. Kijk eens even. Oké. Okay. Nou, deze kant nog. Zo, splitsen in tweeën. Ocean 5 spray erop. En let erop. Ik wil deze. Oh, dat ben ik net vergeten te zeggen. Dat moet ik nog even laten. Dat moet ik even doen. Even een kleine correctie, dames en heren die meekijken. Want nou heb ik deze twee dezelfde kant uit gedaan. Maar het mooiste is dat je het laat botsen met elkaar. De voorste wil ik naar achter hebben. Maar die daarnaast, deze, die wil ik dus naar voren hebben. Zodat die krullen ook nog met elkaar gaan botsen. Dus als ik de krul naar voren wil hebben, dan is het clipje... Oh, dit is de grote krultang, ik moet die kleiner hebben. Dan is het clipje aan de achterzijde. Dus aan de achterzijde, draaien. Punt naar beneden. Geef hem eventjes mee. Dan, up, draaien. Doortrekken, hier eventjes weer meegeven, de onderdoor halen en weer doortrekken. Kijk, dan zie je nu dat de krul naar voren gaat, mijn punt is steil, in het midden heb ik die dwarrel. Oké, okay. En ik zie dat er een vraag binnenkomt. Zit er een heat protection in de spray? Ja, dat zit er zeer zeker zit er dat in, maar... Daaronder heb je dus al of je volume mousse, of je keramousse, of je smoother. Daar zit ook allemaal al bescherming in tegen de hitte. Maar daarna in je spray zit er ook nog bescherming in. Maar allermeeste bescherming zit toch wel in je Glam Shine met die prickly pear. Denk aan die cactus die in de dingen groeit, in de woestijn. Nou, die overleeft het bij 50 graden in de zon. En daar hebben ze ingrediënten uitgehaald om extra bescherming te geven. Oké, deze wil ik dus weer naar voren hebben. Even kijken. En dan de dikte van mijn krultang. Ja, dames, dat vind ik, maar dames en heren, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ha, wat is dit voor dikte? Help mij eens even. Centimeter of 4 of zo? Zeker. Nee, dit is iets in millimeter. 30 millimeter. Kan ik het dat op zien staan? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk ook iets van 38, 32 of 38. Het merk is... Nou weet je, daar komen we later op terug. Is dat goed? Dan schrijven we onderin, bij dat live webinar, schrijven we onderin wat de diktes precies zijn. Zo, dus deze gaat weer naar achteren, dus mijn klepje was aan de voorkant. Ik geef hem eventjes wat mee, de hitte. Ik haal hem eronder door, ik trek hem door. Kijk, en nog een keer, eronder door. En doortrekken. Hup. Dan krijg je dus weer een heel ander gevoel van krul. Oké, deze kan ik nu uitzetten. Die staan beide uit. Ik loop even voor de camera langs. Hup, 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 hup. En nog even terugkomend op die prijsvraag. Ja, ik blijf hem er maar in gooien. Ik moet wel een beetje lachen bij mezelf. Want ik ben net Telcel. It's amazing. Maar ik vind het ook echt leuk. Maar die prijsvraag is alleen maar voor nu op dit moment live. Dus degenen die later dit webinar terugkijken, via Facebook of via YouTube of iets dergelijks. Die prijsvraag is alleen maar voor nu. Dus als je hem later terugkrijgt, dan geldt hij niet meer. Oké, nou dan heb ik dus die Beachwave heb ik erin zitten. Dan kan je nog als laatste, want ik blijf in mijn Ocean 5 spray, haal ik hem er nog overheen. En dan is het puur alleen losmaken met je vingers. Dat je wel die structuur erin houdt. Dus niet gaan borstelen. Zeg dat ook tegen je klant. Echt losmaken met je vingers. Nou, en dan krijg je dus wat ik in het begin in mijn dingen liet zien. In mijn moodboard
is, dan krijg je echt die dwarrel met die steilere punt. En het is eigenlijk beachwave 2.0, noem ik het. Kijk, en normaal als je dan training geeft, dan zou je zeggen, vinden jullie hem leuk? Nou, ik vind hem leuk. Hij is helemaal modern, hij is helemaal van nu. Oké, gaan we door naar de volgende. Ik zet de volgende deze even opzij. Af en toe loop ik even uit beeld. Want dit is er ook eentje. Die blijft ook maar terugkomen. Het is misschien een hele ouderwetse. Maar ik heb nog steeds de vraag dat ze zeggen van... Nou, dat was fingerwave slag leggen. Het is een hele makkelijke manier die ik aan jullie ga laten zien. Toen ik op school zat en ik leerde slag leggen, dan was het met boekleeklipjes in het natte haar. En dat duurde tot in de treuren voordat het droog was. En dat kan veel sneller. Nou, ik heb dus hier, ik heb het haar even in een staart heb ik het vastgemaakt. Zodat ik de bovenkant goed aan jullie kan laten zien. Even terugkomend op de krultang. Ik zie nu in één keer, mijn allerdikste krultang is die 38 mm. Ja. Oké, dus deze... 38 mm en het is Babyliss Pro. Maar dat is mijn favoriet. Hè? Misschien hebben jullie zelf een andere favoriet. Want je hebt altijd je eigen tools die je prettigst vindt. Zolang je alle tools maar in gebruik hebt in je salon. Dat je niet alleen maar één kleintje hebt. Nou, dan heb ik hier. Welke is dit dan? Dit is niet de 38. Dit is dan net het maatje eronder. 32. 32. Het slag leggen. Ja, ik blijf er een fan van. Ik vind het zo mooi om gewoon net even één gedeelte te doen. Maar, zoals je kan zien, ik heb wat karamelzetrollen heb ik erin gedaan. Maar in de salon doe ik het met de krultang. Maar ik wilde nu even gewoon een beetje speed up. Omdat we natuurlijk maar een uurtje het webinar hebben. De richting is heel erg belangrijk. Want, zoals jullie kunnen zien, ik heb hem naar voren ingedraaid. En dat doe ik met een reden. Als je je eerste slag naar achteren wil... Ja, oh, ik kom even in beeld, denk ik. Ja, als je je eerste slag naar achteren wil en dan naar voren, dan draai je dus met je krultang of met je karmen, draai je het naar voren in. Waarom? En dat kan ik laten zien. Het eerste gedeelte van het haar, dat zie je hier, dat gaat dan naar achteren. Want hè, dan gaat hij vanuit daar over de rol gaat hij heen. Dus als je je eerste slag naar achteren wil, dan is dat het mooiste om te doen. Nou, daar. Dus ik haal hem eruit. Net wat ik zeg, dit kan je ook met je krultang doen, maar ik heb al een beetje voorwerk heb ik voor jullie gedaan. Zo. Even kijken hoe ik het goed in beeld kan halen. Wat je nodig hebt, en ik laat ze zo even in beeld zien, slaglegklemmen. Ze hebben, dit is de grootste maat, je hebt ook nog een maatje kleiner. Maar met een paar slaglegklemmen kan ik hier een mooie slag in maken. Nou, dan vervolgens ga je het doorborstelen. Niet bang zijn, gewoon goed doorborstelen. Daar. Dan de dikte van je krultang is ook belangrijk. Want hoe kleiner mijn krultang of hoe kleiner mijn karmen, hoe meer slagen dat ik in het haar ga maken. Zo. Dus wanneer ik het dan doorgeborsteld heb. Dan pak ik mijn ouderwetse kam. En dan kam ik het al in de richting van mijn eerste slag. Kijk, en dan gaat het haar gaat eerst naar achteren, omdat het ook zo ingedraaid is. Nou, dan kam ik het weer terug naar voren. En dan duw ik het hier op. Dat is namelijk mijn eerste slag, de eerste brug die erin zit. Dus mijn vinger hou ik erop. Ik zet mijn klemmetje op de brug. Daar. En dan vanuit daar kan ik door naar de volgende. Zachtjes kammen nu. Kijk, maar als ik dan kam en ik duw hem terug, dan zie je al hoe dat hij is ingelegd met mijn karmen. Mijn vingers gaan er weer op. En dan bovenop de brug zet ik weer een klem. Nou, dan zie je, de volgende die gaat weer naar achteren. Dus het enige wat ik doe is zachtjes kammen. Ik kijk waar mijn volgende brug komt. En dan zie je, dat is daar.
En dit haar kam ik er dan zo weer overheen. Dus dan heb ik hier tussen mijn vingers komt weer de volgende. Nou, dan kan ik dit mooi er overheen kammen, over het staartje. Zo. Dan pak ik nu de Eco Sol spray. En dit is ook zo'n spray. Ik vind hem fantastisch, maar soms wordt hij ook weer vergeten. Want wat is namelijk Eco Sol spray? Het is een haarlak zonder drijfgas. Ten eerste gaat er veel meer in je bus. Het is geen spraygel. Want op het moment dat ik hem erop spray, met een afstand van zo'n 30 centimeter, en er mag best wel wat op. Op het moment dat hij op het haar aankomt, is het droog. Dus het is echt een haarlak. Hij heeft een factor, een holdfactor van 8. Dus hij is echt wel stevig. Nou ja, en natuurlijk goed voor het milieu, want er zit geen drijfgas in. Dus ik zorg dat ik er wat haarlak op spuit. Nou ja, normaal gesproken moet je dan een beetje geduld hebben om het te laten drogen. Dat doe ik nou ook. Ik laat hem heel even drogen, want ik laat nog één dingetje aan jullie zien. Hup, want we hebben denk ik nog 10 minuutjes te gaan. Zoiets? Ja. Oké. Ja. Hier. Even naar de camera draaien. Ja. Nou, degene die mij kennen van training geven, die weten gewoon in het begin, als ik dan lang haar had bij mij in de salon, dan was ik altijd degene die, althans niet bij mij in de salon, toen ik begon als leerling, toen was ik altijd degene die op het toilet zat als er lang haar kwam. Want dan dacht ik, oh mijn god, dat lange haar, waar moet je beginnen, wat is de basis? Maar op een gegeven moment had ik een aantal heren die tegen mij zeiden, met de shows en alles, Natas, lang haar is niks voor jou. Toen dacht ik, ja dag. Dus toen ben ik training gaan volgen, ik ben naar Patrick Cameron gegaan. Voor mij is dat de lang haar meneer, de specialist. Dus ik ben naar Londen gegaan en die heeft mij dus echt wel de basis geleerd. Want zodra je de basis weet, kan je alle kanten uit. Nou, ik ga jullie nou even een topknot laten zien. Dat heb ik in een paar minuten tijd, heb ik dat gedaan. Maar er zijn een aantal regels voor het opsteken van haar. Want de allereerste regel is, je wilt niet werken op heel glad haar. Hoe gladder het haar, hoe moeizamer dat het gaat. Dus nu heb ik twee producten. Ik heb de Power Bomb voor op de aanzet. Daar kan je wat stugheid mee maken. Maar, kennen jullie de Pro Dry Shampoo van Kiss? Het is natuurlijk op de markt gekomen om een keer wasbeurt over te slaan. Dat je hem op je aanzet spreekt. Dat hij het vet een beetje reduceert, omdat het een soort van talkpoeder is. Maar, ik vind het ook zo'n fijn product om op te steken. Want als ik de powerbomb in de lengtes gebruik, dan kan het soms wel eens net te stevig zijn. Dit is ook een poederproduct, alleen in wat fijne structuur. Dus wat ik doe, is gewoon in de lengtepunten breng ik gewoon mijn Pro Dry Shampoo aan. Dus ik gebruik hem op een andere manier dan dat je hem normaal gesproken zou gebruiken. Maar ideaal om mee op te steken. Oké. Nou, dan pak ik weer mijn kofferkam. Dan moet ik wel zeggen, deze kop die is in een middenscheiding gefeund. Maar ik wil deze jullie toch even meegeven. Want ook dan kan je je klant in een handomdraai leuk naar buiten sturen. Want die topknot, die zien we nog steeds. Topknot, topknot, wat is het? Dames, hoe gaat het met de prijsvragen? Nou, het staat nu stil. Het staat stil? Wow. Zullen we er dan nog even één keer in gooien? Dus voor degenen die wat later ook nog ingestroomd zijn, hier is de prijsvraag. Wat is de afkorting van KIS? SMS je antwoord en naam naar het onderstaande telefoonnummer. En met een paar minuutjes, want we zijn bijna aan het eind, ga ik de winnaar ga ik trekken. Oké. Zo. Als je dan die knot, als je dan de staart omhoog hebt gekamd, nou, wat we natuurlijk op het moment veel zien, is dat die staart wat losser is. Dus ik pak mijn hand wat hoger, maar dan trek ik nu al, trek ik het gewoon een beetje los. Daar. Als ik het dan wat los heb getrokken,
dan pak ik met mijn elastiekje en mijn schuisbeltjes, maak ik een staart. Het schuisbeltje gaat niet open. Ik duw hem onderin mijn hand. Ik draai hem rond. En zo. En ik steek het schuifje er weer in. Hop. Kijk, dan heb ik een wat lossere staart heb ik al te pakken. Dan vervolgens ga ik die bovenkant. Jongens, hoe zit ik in mijn tijd? Oh, nog 6 minuutjes, dan weten we de winnaar. Dus blijf er allemaal nog eventjes bij. Vergeet je naam niet te sms'en. Oh, vergeet je naam niet te sms'en, hoor ik hier. Want zonder naam, dan weten we het natuurlijk niet. Krijg je nu weer een paar honderd namen krijg je binnen. Oké, dan vlecht ik hem en dan trek ik hem uit. Het voordeel van de vlecht... Dat is zo leuk, hè? Ik begin georganiseerd en daarna is het weer een zoortje op mijn karretje. Het voordeel van die vlecht is, want op de dag van vandaag hebben veel mensen gelaagd haar, is dat ik zeker weet dat hij vast blijft zitten. Want ik draai hem dan rond. Zo. Ik duw het elastiek gedeelte, duw ik eronder. En dan met een aantal schuispijltjes kan ik hem zo vastzetten. Het schuispijltje gaat bij mij niet open, hij blijft dicht en ik duw hem eronder door. Kijk, en dan met een stuk of 3-4 schuifjes heb ik hem al te pakken. En dan weet ik op het einde van het rit dat hij toch vast blijft zitten. Daar. Omdat het haar gevlecht is. Nou, dan kan je het later nog wat uittrekken. Maar dan heb je gewoon een hele leuke knot boven op het hoofd. Dat je dat je klant ook nog mee kan geven. Oké, nou dan zijn we bijna. Dat er ook altijd een aantal niet-kiskappers meekijken. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Want zo'n webinar is voor iedereen. Maar ik wil nog één dingetje laten zien. Voordat we dan bij de prijs zijn aangekomen. Maar ik zie net nog, en dat vergeet ik nog wel eens. We hebben nog een aantal vragen. Even kijken hoor. Deel je de beachwave in 2 delen af, boven en onder? Sorry, dat ben ik vergeten te vertellen. Ik heb hem zelfs in 3 delen heb ik hem afgedeeld. Je passees mogen niet te breed zijn. Dus ik heb het nekgedeelte gedaan, midden en bovenop. Dus dat is een hele goeie, want die was ik vergeten te zeggen. Is de EcoSol steviger dan de gewone lak van Kiss? Ja, zeer zeker. De EcoSol spray. Even kijken hoor. Ik pak hem even hier vandaan. De EcoSol spray heeft een hold factor van 8. En de Kera spray heeft een hold factor 7. Dus zeg maar 10 is super hard en 1 is heel licht. Dus hij is zeer zeker sterker dan je Kera spray. Kan slag leggen ook in kort haar? Ja, dat kan. Maar dan doe ik het wel in nat haar met gel. En dan is het puur kammen, kammen, kammen. Dan komt er iets meer techniek bij kijken. En waarom laat ik de schuispijltjes dicht? Als ik het schuispijltje open doe, dan kan je soms zo'n inkeping in het haar krijgen. Dus ik laat mijn schuispijltje dicht. Dan heb ik toch nog grip op het haar, maar dan heb ik niet zo dat die haren bij elkaar komen. Dan doen we nu de laatste vraag, want anders gaan we vet over de tijd heen. Wil je de slaglegkop... Oh ja, tuurlijk! Oh, wat goed! Oh, ja joh, ik in mijn enthousiasme. Tuurlijk moet ik dat laten zien. Ik weet niet degene die het zei, maar dankjewel, want stel je voor dat ik dit nou vergeet. Kijk, dus dit is mijn slagleg. Ik hoop dat die goed in beeld is. Dus in een handopdraai met een klein passeetje kan ik heel mooi mijn slag erin verwerken. De klemmen hebben nou zijn werk gedaan. Daarna zou ik het nog verder kunnen aflakken met de EcoSol spray. Je kan hem nog wat verder uittrekken. Maar dit is de meest snelle manier van slagleggen. Oké, nou ik zei net al, er zijn een aantal... niet kiskappers die meekijken. En dat vind ik ontzettend leuk. Maar voor die kappers hebben we 1 minuut hebben we een leuk filmpje. Hoe dan je kan kijken, hoe dan je kan besparen op je huidige verf. En daarna ga ik dus de winnaar uit de pot ga ik trekken voor jullie. Dus hier komt eerst het filmpje. Waarschijnlijk werkt u al jaren met hetzelfde merk haarverf in uw salon als kapper zijnde. Maar...
heb je ook wel eens verder gekeken naar de alternatieven op de dag van vandaag? Ikzelf werk al jaren met KIS en ben ontzettend tevreden over dit merk haarverf. Want de kwaliteit is heel mooi, maar niet geheel onbelangrijk. De prijs is ook heel aantrekkelijk. Nu hebben we het volgende voor u. We hebben namelijk een tool bedacht dat je in 1 minuut kan kijken hoeveel geld dat je kan besparen op je verfbehandeling bij je in de salon. Ik neem jullie even erin mee. Als je dan gaat kijken, dan staan er alle merken staan erin. En waarschijnlijk werkt u met een merk waar een 60 ml tube voor wordt geleverd. En waarschijnlijk krijg je dan ook 40% korting van deze firma. Nou, als je dat dan in hebt gevuld, dan ga je door naar de volgende stap. We nemen nu gewoon een random getal. We zeggen 4 werknemers bij je in de salon. En elke werknemer doet zo'n 4 kleurbehandelingen per dag. Die vul je dan ook in. Dan vervolgens hoe vaak dat de salon open is. Dan ga je naar de volgende stap. Nou, ik heb nu wat gegevens van mezelf ingevuld. En wanneer dat je daarin hebt gevuld, ga je direct naar het resultaat. Op een jaarbasis scheelt me dat meer dan 11.000 euro. Dus ben je nieuwsgierig naar je eigen situatie? Vul dan de tool in en in 1 minuut heb je direct je resultaat. Zo, nou als je nieuwsgierig bent naar je eigen resultaat, ga naar de website www.kisherken.nl. En dan gaan we nu naar het allerlaatste, waar is mijn klikkertje? Heb ik dat? Heb ik niet? Is mijn klikker weg? Jongens, maakt niet uit. Oh, daar ligt de klikker, doe maar naar de volgende. Want ik moet namelijk opschieten, want mijn batterij is bijna leeg. Stel je toch voor dat ik hier... Werkt u al jaren. Stop, stop. Door. Ja, en de winnaar is. Ja, hier komt hij. Kijk eens hoeveel namen dat we hebben. Ik moet antwoord geven. Wat het antwoord is. Oh, het antwoord is. Ja, het antwoord is Keratin Infusion System. Dus de juiste antwoorden zitten hierin. En ik pak er nou eentje uit. Ik schiet op. Ja, hier heb ik hem. En de winnares is Karen van der Meer. Karen, super proficiat met dit vak. Fantastische pakket. We gaan contact met jou opzoeken via Facebook Messenger. En dan wordt het mooie pakket naar jou toegestuurd. Voor de rest, dankjewel voor het kijken en tot ons volgende webinar. Kiss!